nou? Vorig jaar zaten we gewoon bij Hugo op een zoldertje met één beamer. Ja. En dit jaar is het dit. Nou, dat was een bijzonder jaar turbulent. Een jaar wat echt in het teken heeft gestaan van gigantische groei. Van wonen, van presteren, van opleveren. En ja, dat heeft zoveel impact gehad op iedereen in deze zaal. We zijn begonnen met die vacaturebank. Hè? En die vacaturebank hebben we gekoppeld aan het uitzenden. En vanaf dat moment zijn we continu gaan denken, hoe kunnen we het zelf slimmer en met name beter doen dan onze concurrenten. Wij checken elke dag nog de site. Hoe zit het met de inschrijvingen? Hoe loopt alles? En dat is iets, ja, ik kan echt slecht slapen als we te weinig mensen kunnen vinden. Dat is nog steeds zo. We zijn eigenlijk verschoven van een klantenmindset, die we nog wel hebben, naar een kandidatenmindset. Ja, wat ik eigenlijk zie in het hele bedrijf is dat mensen echt met passie, met die verbondenheid werken voor Young Capital. Ze willen zichzelf ontwikkelen, het beste voor zichzelf, maar ook echt absoluut het allerbeste voor hun klant, voor hun kandidaat. En echt geloven dat de connectie het verschil gaat maken. We are made of energy. We are connected at heart. We are proud to be Young Capital.